Hallo allemaal, hi everybody. I got an email from a lovely special customer asking me to do some balance exercises. Nou, wat een goed idee. Ik dacht meteen, dat ga ik een video aan wijden. Supergoed. Ik combineer dat een beetje met benenoefeningen. So it's some balance, some leg exercises. You might really like it. And you might also struggle a little bit. Our balance gets worse every year of our life. So when we get older, the balance will be less and less. So it's very nice to keep practicing. So let's get started. Ik heb vandaag 10 oefeningen ongeveer. En we gaan eventjes 2 rondjes doen. Have fun, we do 2 rounds and have 10 exercises. Yeah, good luck. Now, what you need today is dumbbells, just 2. And we're not going to use them a lot. So just for 1 exercise. If you don't have dumbbells, grab some water bottles. Yep. What I also can recommend you to use is a stick. Any stick will do. I have this mop thing. It's also good. So I'm gonna get back to that later. All right. We start today with standing on one leg. This is of course our most usual balance exercise. I want to invite you to straighten the standing leg. Dus als je het standbeen strekt, dan scheelt dat heel veel. The more you bend the standing leg, the more wobbly it will get. Now, some people enjoy extending their arms. This is all good. Or placing the hands on the hips is all good. And I just want you to circle your foot. Hou vast en trek die knie op heuphoogte ongeveer. So you're holding it. And now I want you to imagine you're growing roots from your foot into the floor. And I also want you to pay attention to the hip of the standing leg. Don't just push it out. Eh? You see immediately I get more wobbly. En ik val natuurlijk weer om. Oké, draai de andere kant op. Een grote cirkel. Zet kracht. En keep going. 3. En 2. En 1. Hou vast. En nou kick forward en terug. Still the same leg. Dus probeer lengte te creëren in het standbeen. Als een reiger. So imagine you are a stork or a flamingo. Nou, ik heb zelf ook niet de beste balans, moet ik bekennen. Maar daarom is juist goed om te doen. Nog 3. Trek de buik in, so the abdominal muscles can really help you when you're standing on one leg. And our last 1. So, you also feel it on the top of the leg, the iliopsoas muscle and the quadriceps. So, we're gonna change legs. Heel veel sterkte. Now, you feel mostly that one leg is more stable than the other. Yes. Nou, wat kan je nou doen om aan je balans te werken? Elke dag je tanden poetsen, op bij een been bijvoorbeeld. Nou, dat is een heel leuk momentje. En ik heb zelf zo'n elektrische tandenborstel met een timer. Nou, dan weet je ook precies, hey, 30 seconden dit, 30 seconden dat. En dan heb je ook 2 benen gelijkmatig belast. Oké, turn to the other side. Extending the standing leg. Relaxing shoulders, hè? Hou die core actief. En grow roots in the floor with your foot. En dan gaan we uitstrekken. En 9. Zet kracht. En 8. And try not to lean back. Hou die buik actief. En 6. 5. Hou vol. Knie omhoog. 4. Blaas uit. Als het kan helpen. 3. En 2. En 1. Hartstikke goed. Check out the legs, lekker. En dan gaan we eventjes op handen en knieën zitten. Zo, handen en knieën. And what I see usually when people go on hands and knees, they immediately arch your back. Don't do that. Don't drop your belly. Hou je buik actief. En ik ga mijn rechterbeen strekken. I'm extending my right leg and my left arm. En ik ga niet mijn schouder naar mijn oren. So I want to pull away from my shoulder, from my ear with my shoulder. And now I want my hand to be like I'm introducing myself. Kleine stukjes op, zet kracht en push. So try to stabilize from the core. Strek de knie, dus probeer het bovenlijf. Dus niet met je rug bewegen. Only the limbs are moving. And I'm holding my hand like I'm introducing myself. Hello, my name is what? My name is who? My name is Slim Shady. Hou nog even vol en ga omhoog. Strek je arm, strek je knie. En push en dan flexing my foot. 7, 6, hou vast. 5, 4, 3, 2 en 1. Now, I want to show you
what you can do to make this more challenging and lift up your foot off the mat. Ooh, it's such a challenge. Yes, and now I'm changing legs. So let's try and see if you can do that at home, or let's not do it and let's do it maybe next week, whatever. Strek je arm, je handpalm naar me toe. It's like I'm shaking somebody's hand. And it's been such a long while since I shake somebody's hand. Okay, kijk naar mijn buik. Yes, je schouder is van je oor. Flexing the foot and squeezing your butt cheeks. The higher the foot, the more butt action. I like to have lots of butt action in my life. And you know that. Hou nog even vol. 7. 6, dus je kan je voet van de grond trekken. Oeh, het is heel moeilijk. This is so hard to lift your foot off the mat. 3, and 2, and 1. Very good. Zo, ik ga lekker staan. Ik ga lunch doen. So, it's like leg workout. Nice, I like leg workouts. What I can do to stabilize is place my hands on my hips. Yes? Okay, whatever. Now, making lunge forward. Knie op. Lunge backward. Knie op. Buik in. Dus je voelt de standbeen misschien bij de enkel een beetje gaan wobbelen. So, it helps to look at one point in the wall, in a mirror, at the floor. Hou je standbeen actief, hè? So, lift up from using your core. Hij is moeilijk, maar dat is goed voor je. Balance. Balance in your life. They say, if you don't have a lot of balance, it means you're also emotionally very unstable. Well, it's just what people say. So what can you do? It might not be true. It might be true and it might not. Okay, I do 3 more. Zet kracht. 3. Trek in die buik. Boom. Up. 2. In and back. And our last one. Forward knee. Backwards knee. So, shake it out. Hartstikke goed. En ik ga naar mijn been number 2. Here we go. Nou, laten we eens kijken of dat beter gaat dan die andere. Knie. Zet neer. Knie. Achter. Ja, deze gaat iets makkelijker lijkt wel. Maar misschien is het slechts schijn. So if you feel wobbly, completely normal, that's okay. Just take your time, but slowly and with all your attention, make sure the knees are straight. Push, hou vol, intrekken en down. Nou, je kan deze oefening wat zwaarder maken met 2 gewichten naast je. Maar het kan ook eventueel dan iets te veel gevraagd zijn. Maar kijk maar, dat kan je altijd doen. So, if you like, you can make it a little bit more intense by placing 2 hand weights in your hand, extend your arms. You can do that whenever you like. And you feel good, you think, hey, I want to make it more intense. 3 keer. Up. Back. 2. Up. And back. And the laatste. Check. Yeah. Boom. En de laatste. Very nice. Let me see my list. What was my plan? Alright. And now I'm grabbing my dumbbells. So, what happens? We're going forward with the torso. What I see most people do wrong is this. Eh? You see I'm rounding my upper back. I want you to stay active with the shoulder blades. Dus probeer echt actief te blijven. Nou, ik ga 1 been optillen. En ik plant mijn voet weer goed in de grond. En dan kom ik naar beneden met mijn bovenlijf. Ik span mijn bil aan en dan kom ik terug. En dan ga ik wisselen. Stiff legs. But try not to let the weights drag you forward. Keep an active back. Yes? A sexy back. Go for it. Hij is moeilijk, jongens. Tak. And it's been a while for me. And I've done this kind of exercise. It's been like 3 months maybe. Nou, dat merk ik wel een beetje. Maar ik ga wel door. Ik maak me dan verder niet zo druk. Dan denk ik, ja, it's been a while. What do you expect? Het is oké.
flex the foot, extend both legs. Yes, and als je het eventjes doet, when you do it for a little while, you feel a little more confident and you remember the feeling of this exercise. Yes, so powerful. Flexing the foot, 4 keer, 4, 3, let op geen holle rug, 2, and 1, hartstikke goed. So, I'm going back to all fours, op de mat, op mijn handen en knieën. Yeah. Now, I'm gonna do a little bit the same as before, I'm not lifting up, I'm going to pull. Dus, right arm, left foot, ik ga hem intrekken, wegduwen. So, please, push with power, squeeze your butt, suck in your belly, lengthen the neck. Okay, press, and 7. Let op het standbeenheupje. Laat hem niet naar buiten gaan. 6, 5, 4. Pull up the abdominals. 3. Wow, 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 wow. En de laatste. Okay, guys. It's time for leg number 2. Arm number 2. Hoe kan ik hem nou moeilijker maken? Dan trek ik mijn standbeenvoet van de mat. You can lift up the foot of the mat and you feel a lot more wobbly, a lot more challenging. Why not? Push! 7, 6. Dus niet je rug bol en hol maken. Please don't do this with your back. Please don't do it. Stabilize. It's all about stabilization across the neck. En 4. En 3. En 2. En 1. Very good. Nou, als je voet hoog genoeg optilt, dan weet je dat je die bil aanspant. If you lift your leg up high enough, you will feel it in the legs. Alright, what's next? Yes, we're going to stand on our toes. This is like very easy balance exercise. Mijn voeten zet ik op heupbreedte, hip width apart. I always like to place my hands here, but not lifting on my shoulders. So, krijg je mijn grote teen staan. So, if you put the weight on your big toes, that means you always have more balance. Did you know that? You maybe have known that. Nou, probeer echt explosive power, extending the knees. So, when you extend the knees, you feel a little bit like the knee goes up a little bit. Dus dan voel je echt die knieën helemaal strekt. En houd gewicht op je grote teen. Dus van binnen en buik aan. Yes. Oké, handen op de schouders. En lift. Ga door. En down. 7. Nou, waar je op moet letten is dat je niet op een zachte ondergrond staat. You want to be on a hard, straight surface. So if you're in the park now. Please don't stand on the grass where it's wobbly. Eh? You want to be straight. On the asphalt is a little bit better. Yes. En okay, hold it. Hold it. Knijp je billen. Laat je armen zakken naar de zijkant. Hou het op de tenen. Strek je knieën, bil en buik actief. And slowly down. Okay. Now, I'm letting my feet pointing outwards. I'm gonna do exactly the same. Yeah, here we go. Strek mijn knieën en ik kom goed op mijn grote teen staan. Probeer echt krachtig, explosively aan te spannen, de tension in de legs. And I feel my calves, I like it. Nog 3. Nog 2. En de handen op de schouders. Push. Oeh, daar gaat mijn lamp, jongens. Oh. I never learn, my lamp is there, I always forget. 6. And down. 5. And down. 4. Hou vol. 3. En 2. Oké, hou vast. Kleine stukjes of hou hem stil. Shoulders down. Squeeze the belly in. Squeeze the butt cheeks. And open the arms to the side. Langzaam naar de grond. And relax. Shake out the legs. Nou, voel je goed in kuiten. Heerlijk. En de kuiten zijn ontzettend slap. Dat weet je misschien niet, maar je voelt dat heel snel in de kuiten. Hè? Ze zijn vaak niet zo heel sterk als jij zou denken. Zo, we gaan nu de stok erbij pakken.
Dat hoeft niet. Dus you can do it with or without the stick. It's all good. The leg I'm gonna pull up is the right. So I hold the stick in the right side. So what I don't want you to do is this. You see this? Hold it straight, back in. Trek je knie op. And now I want you to pull up your toe. So I see the sole of your foot. Let me look into your soul. Trek je knieën omhoog. Ga vast. Hold it up. Trek hem in. Now don't lean back. And use this to your advantage. You can also do it without a stick. Hè? Dus je mag hem altijd zonder stok doen. Maar als dit misschien wat stabiliteit geeft, dan kan het wel. So try to, with the stick. And maybe try it without a stick. Nou, dat gaat prima. Four more. Four. And three. Strek je knie van het standbeen. Twee. En één. Alright. We gaan nu benen achter de hoek. Even van positie veranderen. Dan kan je zien. So I want you to lean forward. Just like we did with our stumbles. And now I'm putting my leg up. Dus je ziet dat ik ongeveer een horizontale lijn maak. So it's always important to stand, to extend the standing leg. Flex the foot, lifting up your foot. Squeezing your booty, hou vol. Leun naar voren, let op schouders, de shoulders relaxed. Pull in the belly. En ga naar voren, want wat krijg je als je hier staat? Oude mijn rug, dat moeten we niet hebben. Dus ik ga helemaal hier. Dus dan is die stok wel prettig. Make me feel this way. Nog 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, knie en push. Zet kracht. Zo. Bam. En 6. En 5. Nog buik in. 4. En 3. Ietsje hoger. 2. En bam, tjikke bam, bam. Heerlijk. Zo, dat was lekker. Ik ga nu mijn twee handen de stok pakken. En dan going down. Zo, kleine stukjes. And now I imagine I'm in Las Vegas. I'm a stripper. And I have 4 children by 4 different fathers. And I have to work hard to make a living. And I want to get some dollars. And now I'm gonna clap my wings. The eagle. I'm gonna flap the wings. De knieën tegen elkaar. Nou, misschien is het niet lekker voor je knieën, hè? Ga dan een beetje omhoog. Blijf rechtop met de borst. 4, 3, 2. En dan move the knees open. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Zo, heerlijk. Dat was lekker. Even paaldansen ook leuk, hè? Gezellig. En now it's time for a final exercise. You sit on the mat on the knees. And what you're gonna do is stand up without holding. So this is really great for balance. I sometimes do it with weights, but today I do it without. I do it with prisoner stance, fingers on temples up. En dan wissel ik van been. Nou, zorg ervoor dat je de ondergrond zacht genoeg maakt. So please make sure it's soft under the knees, especially for you guys with sensitive knees. Okay, 4 more. Yes. Push. And down. And 3. Ja. Yeah. Zo, als dit goed gaat, dan heb je sowieso wel sterke benen. Dus dat is leuk, hè? 2 more. Did I lose count, maybe? Okay, 1 more. Boom. So, and now it's time for our final round. Let's do it. Heel veel plezier, mensen. Here we go. So, ik ga op 1 been staan. Ik doe weer 2 kanten tegelijk. Zo, handen op mijn heupen. Ik strek mijn rechterknie af. First I'm gonna circle my foot. Hou die buikspieren actief. De schouders laag. Do not lean back. 4, 3, 2. Lengthen the standing leg. And changing sides. Lekker, hè? En wat hoor je dan soms? Gekraak in je enkel. Don't worry about it. Okay, here we go. Push. En 7. Zet kracht. 6. Buik in als je strekt. 5. Ja, ja, ja. Je knie op heuphoogte, niet te laag. En 3. En 2. En 1. Yes. En dan ga ik wisselen van been.
trek ik mijn linkerknie op, strek mijn standbeen. Als je nou extreem wiebelig bent, if you have really problem standing up, just make sure you're close to the wall or something you can hang to. But what you can also do is slightly let your standing foot point a little bit outward. You might have a little bit more grip that way. So, kijk wat je kunt. Draai je voet, turning foot. Heel goed. 4, 3, wissel. Andere kant, heerlijk. Hou de knie omhoog, pull je knie op. 4, 3, 2, here we go. 8. Rustig aan. 7. Kijk naar 1 punt. 6. Do not lean back. Relax the neck. 4. En 3. 2. En 1. Oké. On our fours. Straight lower back and try not to move as much as you can. Suck it in. Right arm, left foot and a lift. Hello, nice to meet you. My name is, you know what my name is. It's Sita Williams and I live in the Jordaan. Hou nog even vol, hè. You see my standing arm, it is completely straight. And I can lift my foot off the mat. Oh, now I can't. But I might try it later when nobody's watching. So I get a little bit shy, I'm afraid to make a fool of myself in the video. Yes. 4 and 3, 2 and 1. Oh, you know I'm not. Let's go. Zet kracht, flex your foot. I'm making a fool of myself already in these videos. And you know it. But who cares? Don't stop. Je schouders laag, pull up. Draw in your belly. Squeezing butt cheeks. Let's go. And 4 more. 4 and 3, 2 and 1. So, I'm standing up and now I'm making this lunge and it's quite a challenge, isn't it? Yep. 8. En op en achter. 7. Boom. En op en achter. Oeh. 6. Boom. Achter. 5. Down. Up. Dat optrekken is het moeilijkst. 4. Down. Down. 3. Push. Up. And back. 2 more. Yes. Hou vol, lieve mensen. Last one. Boom. And down. Geweldig. En nu nog met links, hè. Hallo. Nou, hier is going. 8. Press. Up. Back. 7. Push. And back. 6. Dus net stond ik heel lang op MB, maar nu zit er meer beweging bij. En dat maakt het wat lastiger, hè? Maar ja, ik ga lastige dingen vaak niet uit de weg. Ik denk vaak, bring it on. Wat kan er gebeuren? Ja, dan val ik om. Dan stop ik gewoon de video en doe ik alsof er niks gebeurd is. Want dan weet jij dat toch niet. Maar dat gebeurt niet. 3. Shaka. Down. 2. Press. Stek hem in, hè. Bam. En 1. Down. En shaka. Very, very nice. En deadlift with one leg. Maar alsjeblieft, keep the shoulder blades. Press together. Yes, this is really important. So, stabilize. 1. En alleen met rechts. Ja, laten we nu doen. 2. Dus net wisselde ik van been. Ik hou hem nu even op 1 been. 3. Kom ietsje verder naar voren. 4. Hou je standbeen gestrekt. 5. En 6. 7. En 8. Wissel van been. 8. Ja, je voelt vaak dat één been wat leniger is of wat sterker. 6. Of iets makkelijker gaat, hè. Dat is gewoon zo. 5. Hou je schouderblad actief. 4. 3. 2. En 1. Very nice. Hartstikke goed. Dus de reden waarom ik deze oefening doe, is zodat jij
dit doet en dit gaat gebruiken. Dus ook echt een groot deel van deze oefening. Heel belangrijk. Alright, here going. Again on a force and I'm drawing in my knee. Trek hem naar mijn elleboog. Puff, push. Dus ik hou. Dus you don't have to touch the knee with the elbow. This makes the back go round. It's all about coming towards each other. Dus hij hoeft hem niet aan te raken. 3. 4. Diagonale lijn. 5. Iets hoger met je voet. 6. 7. En 8. Wissel. Here we go. Rechtop. Schouderlaag. 1. Push. 2. Duw. 3. Mo. 4. Ha. 5. Hou recht. 6. Push. 7. Tak. En 8. Aha. Yes, we stand up again. And now we're standing on our toes. Heerlijk. Eerst de voeten recht naar voren. Maak hem niet te breed. The wider the position, the easier it gets. So I want you to challenge you to keep the feet hip width apart. Yes? Oké, zet je handen even op je schouders. Op. Grote beweging maken. Knijp je bil. Zet kracht. En hou het gewicht op de grote teen. Die teen met die hele vieze koopnagel erop. En met die dikke zwarte haren erop. Dan weet jij welke teen ik wil, toch? En getver, haal eens op, ja. Nog 3. Nog 2. Squeeze your bottom, squeeze your calves. 2 and 1. En hang extending arms. 8. 7. Niet die nek verkorten. 6. Trek hem in. Laatste uit. 5. Don't stop. 4. 3. 2. 1. Hou vast op die grote tenen. En move your arms to the side. Drop it down. Heel goed. Open de voetjes naar buiten. Keep the heels together. Alright, here we go. Boom. 8. 7. 6. Think about your booty. Think about your calf muscles. Think about your quads. Everything's tight. 5. En 4. 2 voeten doen hetzelfde. 3. 2. En 1. Here we go. 8. 7. Voel je wat? Ik voel mijn kuiten. 6. 5. 4. 3. 2. En hou vast. Kleine stukjes. Hou vast. Open je arms. Hou hem omhoog. Drop it. Oké, shake it out. Hartstikke goed. Nu ga ik mijn stokje pakken. In mijn linkerhand. Zo, ik sta op mijn andere zij. Dus ik pak allemaal rare dingen mee. Zo. Nou, die stok is natuurlijk ook niet nodig. Het is alleen voor jouw balans. Dus als je denkt van, zonder stok, ik juich het alleen maar toe. Ik wil je alleen laten zien dat je zoiets kan doen met een stok of bij de muur. Oké, lift up. And now try not to do this with the hips. Hang recht, haal je buik in. Kleine stukjes, trek hem op, hou vast. And let me see your sole of your foot. Let me look into your soul. Ik maak big stick. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en hou vast. 8, 7, 6, kom op, kom op. 5, kom op, kom op. 4, 3, 2 en de laatste. Hartstikke goed. Zo, lean forward again. And my standing leg is very straight. So really, it's all about not arching. So that's why I'm leaning forward. Ja? Dus probeer nu eens, en zet die stok vooral neer waar het jou helpt. Straight leg and let's go. Knijp je bil. Flex je voet. 6. En 5. Buik actief. 4. Schouder laag. 2. En hou vast. In en push. 7, 6, 5, dat doorgaan, 4, 3, 2, en, oep, 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 1, oh yes, I don't need it, stick it far,
is done. Is over. With me and the stick is no more. En wat ga ik doen? Opstaan en vanuit het niets. You might want to put a pillow under your knees. Shoulders down. Open your neck. 8. Sit down. Rustig aan. 7. 6. Probeer zo min mogelijk te bonken. Keep the chest up. 5. 4. 3. 2. And our last one. Boom. Tjak, tjak. Heerlijk. Wat een leuke balansoefening, hè? Nou, of course, there's many, many more balance exercises. Maar ik wil het niet te lang maken. Ik wil niet te veel van je tijd opnemen. Maar denk je nou van, wat kan ik nog meer doen aan mijn balans? Stuur me even een berichtje of zo. Ik help je graag. So, everybody who has a question, please feel free to contact me. I'm here for you. Have a great day. Bye.